Chocolate. Right. Bedankt. Ik kijk even met hoeveel pakketjes we naar het postkantoor moeten. Ik schaam me dood. Maar ja, alles is wel weg. Wij hebben net 23 pakketjes naar PostNL gebracht. Maar er is ook een nieuw pakketje bijgekomen van... Oh, een beetje overbelicht weer. Van Bayou de Label. Want ik had er dus nog een soort van te goed voor. Want ik had toen een keertje een bikini besteld, maar die was niet goed. Dus die had ik teruggestuurd, maar was in de sale. Dus dan krijg je een... hoe noem je dat? Te goed bon. Ja, dat. Dus daar heb ik nu een andere bikini van gekocht. En boven zijn er ook 3 bikinis binnengekomen. Want Zoe en ik hadden natuurlijk de winactie gedaan. En dat meisje heeft een bikini uitgezocht. En Zoe en ik hebben zelf ook een bikini uitgezocht. Dus die zal ik ook meteen ook eventjes aan jullie laten zien. Maar ik zal eerst deze openmaken. En deze heb ik al in het roze. Maar ik vond die beige ook toch wel echt heel erg leuk. Dus die heb ik ook nu besteld voor alvast de vakantie en zo. Even kijken. Ik vind dit broekje gewoon heel mooi. Dus dit is het broekje. Ik heb het allebei in een M volgens mij. Ja, want ik vind het best wel klein vallen. Dus ik heb het allebei in een M. Het topje en het broekje. En ik heb deze dus al in het roze. Dit is van de vorige collectie. Maar hebben ze wel nog gewoon op de site ook te koop staan. Dus die heb ik alvast voor de vakantie. En ik heb ook een paar bikinis bij de H&M besteld. Die zijn ook binnengekomen. Dus die zal ik ook wel eventjes laten zien. Echt super veel bikinis deze vlog. Ik heb net ook een oproepje op Insta gezet. En mijn story. Ik zal het even laten zien. Dat ik mijn bed bij mijn moeder ga verkopen. Ja, ik weet niet of je het goed kan zien. Ik zal het wel even hierdoor inplakken. Maar ik ga dus het bed bij mijn moeder verkopen. Omdat ik ga van die kamer een soort nagelkamer maken. Ik weet niet hoe je het noemt. Maar die kamer ga ik omtoveren tot mijn eigen nagel ding, kamer iets. Maar dan past dat bed er natuurlijk niet meer in. Dus die ga ik verkopen. Hij staat op Marktplaats al. Maar ik heb hem nu ook op Insta gezet. Dus als je nou interesse hebt en hij is er nog het bed, moet je hem eventjes een DM sturen. Dan geef ik je wat meer informatie erover. Ik zal eventjes boven die bikinis pakken. Om dat eventjes aan jullie te laten zien. Zo, maar echt. Ik ga ze eventjes pakken. Oké, eventjes kijken. Is het licht een beetje oké? Volgens mij wel. Als eerst voor de winnares hebben we deze bikini besteld. Want deze wilde zij heel erg graag. Dit is gewoon degene die ik net liet zien, maar dan in het roze. Die ik zelf dus ook heb. Deze wilden ze graag. En daarbij zit ook het bijpassende broekje erbij. Dit is geen samenwerking met Bayou de Label of iets. Maar Zoe en ik hadden toen een winactie gewonnen. En dat hadden toen €250 shoptegoed. En daarvan hebben we dit dus allemaal besteld. Dan hebben Zoe en ik allebei een bikini van een nieuwe collectie uitgekozen. En Zoe heeft deze blauwe. Even kijken. Met dit broekje met van die dunne bandjes. En dit topje. Een beetje hetzelfde soort topje als die hiervoor liet zien. Maar dan net even iets anders. Heel mooi kleurtje ook. Love it. En dan mijn bikini. En ik heb een beetje die bronsachtige kleur. Want dat leek me wel heel erg mooi. En dan heb ik daarvan het topje van zeg maar, ja, hoe leg je dit uit? Hoe kan ik dit goed laten zien? Zeg maar zo'n flapje. Ja, zo zie je het wel goed. Het is zeg maar zo'n flapje, het topje. En het broekje is een beetje hetzelfde idee als van de oude collectie. Alleen dan met een extra detail aan de voorkant. Dus die heb ik uitgekozen. En dan had ik ook nog wel bikinis bij de H&M besteld. Maar ik mag voor mezelf maar eentje houden. En allereerst heb ik een mint groene bikini. Ik zal even wat minder fel zetten in de camera. Kijk even hoe leuk. Ik heb deze bikini echt al 3 jaar geleden of 4 jaar geleden. Had ik deze in het knalroze. En nu hebben ze hem dus weer terug. Maar dan allemaal andere kleurtjes. En ze hadden ook lila. Maar ik vond deze mint groene kleur wel echt heel erg leuk voor de zomer. Het is dus zo'n triangeltopje. En dan op de achterkant zijn die bandjes gekruist. Dan kan je ze ook nog herstellen. En ik heb van het topje een 38. Want dit is niet te verstellen. En ik weet nog dat ik een paar jaar geleden een 36 had. Dus ik dacht, nou, dan zou ik nu vast wel een 38 nodig hebben. En daarbij het bijpassende broekje. Maar ik wist niet welke maat ik moest van het broekje. Ik heb maar een 36 besteld en een 38 om eventjes te kijken. En dit is het broekje.
Normaal hou ik niet echt van deze broekjes. Ik vind het wat mooier als het zeg maar echt wat meer in je billen zit en zo. Dus eventjes kijken of ik het broekje erbij ga houden. Dat weet ik nog niet. Maar de gouden bikini die ik nu ga laten zien, die heeft het volgens mij wel. En van deze wist ik ook niet welke maat ik moest. Dus ik heb de top in 2 maten en het broekje in 2 maten. Maar het is dus een gouden bikini. Ik vind hem echt heel gaaf. Het is een gouden bikini met 1 zo'n band. Dus dan zit hij zo. Ik vind dit echt heel leuk. En ik heb hem dus in een maatje 36 en 38. Maar ik weet dus nog niet welke maat goed gaat zijn. Maar kijk nou die glittertjes. Hoe leuk. En daar zit dan ook een bijpassend broekje bij. En dit is een beetje zo'n high-waisted broekje. En aan de achterkant zit hij volgens mij ook een beetje in je billen. Wat ik wel heel erg mooi vind. Mijn camera is echt heel rood de laatste tijd. Ik weet niet waar het door komt. Maar het is nu 3:50. Ik ga eventjes mijn video daar kijken of die al klaar is om te uploaden. Want die moet over 10 minuten online natuurlijk. En ik ga boven even lekker met Miel in bed liggen. Even filmpjes kijken. Het is donderdag. We zijn vandaag naar Amsterdam geweest. Want ik was vrij van stage. Want ik moet zondag in de spa. Dus dan ben je vandaag op donderdag vrij. Zaterdag volgens mij komen de nieuwe Yeezys uit. En Miel wil zich daarvoor inschrijven. Bij zo'n winkel. Want dan kan je het winnen ofzo. Ze gingen naar Amsterdam en ze hebben ook eventjes wezen lunch bij Loetje. En Miel heeft een carnavals outfitje gehaald. Want die gaat zondag naar carnaval. Hij gaat als Luigi en een vriend gaat als Mario. Oh, hier is alleen het Mario pak. Maar die heeft hij gekocht. En dan is dit met de rode en die Luigi is met de groene. We gaan voor de rest van deze avond niks meer doen. Mijn bed is trouwens verkocht. Ik had dat gisteren in de weekvlog laten zien dat ik mijn bed ging verkopen. Maar die is verkocht. Dus het meisje komt hem zaterdagochtend ophalen. Echt heel erg leuk. En dan kan ik daar eindelijk dat nagelkamertje van gaan maken. Zaterdag ga ik met Ro gaan we ons haar verven. Nou, een soort van verven. Maar ik ga nog even kijken of ik het in de vlog ga doen of een aparte video ervan maken. Dat weet ik nog niet. Maar dat gaan we in ieder geval zaterdag doen. Want in de ochtend komt dan dat meisje dat bed ophalen. En dan in de middag ga ik met Ro afspreken. dus ja. Kijk trouwens even. Juffie AirPod. Hoesje. Morgen heb ik gewoon stage van 9 tot 6. En dan morgenavond hebben we de verjaardag van Nigel. Dus dat is ook heel gezellig. En verder gaan we vanavond niks meer doen. Eigenlijk helemaal niks meer. Het is vandaag. Even zo'n lampje aanzetten hoor. Het is vandaag vrije dag. Avond alweer. Oh. En ik ben thuis van stage. Ik heb vandaag de hele dag een stage gehad van 9 tot 6. En ik ga me nu even klaarmaken. Want we hebben zo meteen de verjaardag van Nigel. En ik heb geen idee wat ik aantrek. Ik dacht dat dit eerst wel leuk was. Maar nu ik het zo zie, vind ik het eigenlijk helemaal niet leuk. Want we gaan niet mee uit of we gaan niet uit of zo. Althans, Miel en ik gaan niet uit. Want morgen om 9:30 wordt het bed opgehaald door het meisje die het bed heeft gekocht. Dus dan wil ik wel een beetje fris en fruitig daarbij zijn. En Miel heeft zich ingeschreven voor Yeezys en zo. En dat is ook morgenochtend. Dus die wil ook een beetje fris en fruitig zijn. Dus we gaan niet mee uit. Maar ik heb dus een zwarte trui aan van de Zara. En dit, ja, je ziet er echt geen hol van. Ik ga hem even wat lichter zetten. Misschien zie je het dan. Dit broekje van de Zara. En dan dacht ik, dan doe ik om mijn schouder mijn rode magé tasje om. Dat ik toch nog een beetje kleur heb. Maar ik weet niet echt of ik dit leuk vind. Ik heb dit broekje ook nog in het rood. Ik weet dan eventjes niet waar die is. Maar ik ga in ieder geval beginnen met het doen van mijn make-up. En ik doe natuurlijk ook trouwens ook nog oorbellen in. Misschien dat ik wel dit gewoon aanhoud. Nee, het is wel een beetje lomp, hè. Ja, boeien. Maar goed. Ik ga eventjes mijn make-up doen. Waar kan ik jullie het beste neerzetten? Hier? Niet hier dus. Misschien hier. Oké, ik ga even mijn make-up doen. Mijn mascara laat ik denk ik gewoon lekker zitten. Dus ik heb namelijk geen zin om dat eraf te halen. En dat weer opnieuw te gaan doen, want het zit op zich gewoon prima. Dus ik ga alleen eventjes mijn doekje over mijn gezicht heen halen. En mijn wenkbrauwen eraf halen. Dat ik dat opnieuw kan doen. Dan ga ik zo meteen mijn haar eventjes snel een beetje fixen. Morgen komt dus dat meisje. Ik weet helemaal niet of ik het heb verteld. Of volgens mij wel dat ik mijn bed heb verkocht. Maar
Ik ga van de kamer bij mijn moeder ga ik een kleine mini nagelstudio maken. En ik ga samen met mijn vader ga ik de tafel ontwerpen en maken. Want dat vinden we gewoon heel erg leuk om zelf te maken. De tafel! Ja. De krammen weer naar de spoelen. Wat? Ik heb wat spullen gebracht. Van wat? Een dekentje en een paar sokken. Dat dekentje is niet van mij. Jawel. Niet? Wat? Niet. Van wie dan? Nou, niet van mij. Papa? Maar in ieder geval, wat ik was aan het vertellen. We gaan dus dat bureau maken. Of die tafel, die nageltafel. En dan een beetje witte bites of zo heet dat er overheen. Omdat de rest van de meubelen in die kamer zijn ook wit. Dus dan vind ik dat wel mooi. Er komen er leuke stoeltjes naast. En ik ga het helemaal voor jullie filmen. Misschien dat ik er een aparte video van ga maken. Over hoe de verandering gaat worden. Maar mijn moeder heeft wel het bed al uit elkaar gehaald. Dus ik kan niet de hele before laten zien. Maar morgen zal ik wel gewoon een beetje de kamer filmen hoe het eruit ziet. En hoe die dus uiteindelijk gaat worden. Even kijken. Ik ga even een wenkbrauwen doen. Mijn wenkbrauw wil niet echt lukken. Maar jammer dan. Voordat ik net ging douchen zat ze eigenlijk nog beter. Maar goed, hè. Oh, wacht. Misschien kan ik een beetje corrigeren met het doekje. Ietsjes beter. Concealer kan ik wel een beetje gebruiken. Een beetje bronzer op mijn bakkes. Een beetje mascara. Maar ik heb geen idee. Volgens mij ben ik echt helemaal niet lekker belicht. Nu ben ik er een beetje overbelicht, denk ik. Ja. Toch. Het is ook nooit goed, hè? Maar goed. Heb ik nog wat te vertellen? Nee, ja, zondag moet ik dan in de spa-stage lopen. Geen zin in. Maar op zich ben ik wel samen met Rowan en Charlie. Dus ik weet sowieso dat ik met twee leuke meiden sta. Daar is nou. Oh, hier. Dus dat is wel chill. Dat je dat gewoon sowieso weet. Dat je daar niet alleen komt te staan. Oh, jongens. Oh my god. Dat heb ik helemaal niet laten zien net. Maar er is dus een pakketje binnengekomen. Van Alex de Label. Want ik heb daar dus wat besteld. Echt. Oh, ik hou echt. Oh, ik ben zo verliefd op dat ding. Ik zag het dus in de sale. En ik wilde die broek gewoon zo graag hebben. Het leek me zo ziek met een festival. En dan een gave zwarte top erop of zo. Zeg maar zo'n mooi braletje of iets. Ja, ik zag het al helemaal voor me. Dus die had ik besteld. Want hij was nu afgeprijsd van €190 naar 70 volgens mij. Dat scheelt gewoon €120. Dus die heb ik besteld. Die zal ik soms even laten zien. Die heb ik in de kast hangen. En die wil ik echt zo graag aan naar een ziek festival. En dan met een mooie zwarte bralette erop of zo. Als het lekker weer is. Oh, het ziet wel helemaal voor me. Echt. Love it. Oké, eventjes nog wat mascara op doen extra. Zitten jullie trouwens ook altijd als je je make-up gaat doen op de grond voor de spiegel? Laat eventjes in de reacties weten. Ik namelijk wel echt altijd. Ik weet niet, ik vind dat gewoon echt heel erg lekker. Gewoon lekker zittend op de grond met make-up te doen. Doe ik nog wel een beetje highlighter op, joh. Ja, het is feest vandaag, hè. Oké. Ik vind dat dit wel genoeg make-up is. Oké, make-up zit erop. Ik ga even die broek aan je laten zien. Dan ga ik daar naar mijn haar doen. Maar ik heb echt geen idee wat ik met mijn haar ga doen. En wat ik met mijn outfit ga doen. Dus, ik ga even die broek laten zien. Oh, en daarna mijn haar even doen. En kijk wat ik aantrek, want dat weet ik echt niet. De camera is bijna leeg, dus hij valt bijna uit. Maar kijk even hoe leuk deze broek is. Wacht, kijk. Heb je dit bij die band hier zitten. En aan de zijkant heb je ook zo'n band met dat erop. En aan de voorkant heb je allemaal die logotjes van Alex de Label. En dan loopt het zeg maar uit in een beetje een rechte broek. Maar ik vind hem zo intens gaaf. Wacht, kijk, ik ga hem laten zien. Als je dit nou aan hebt, zo met een festival. Want hij komt ongeveer bij mij tot in mijn middel. En dan met leuke schoentjes eronder. En een zwarte bralet. En je haar mooi. En ik zie dit echt helemaal voor me. Echt
Love it. Ik weet nog niet naar welk festival. Misschien naar Open Air. Oké, mijn camera is leeg. Die is aan het knipperen. Dus ik ga eventjes mijn haar doen. En kijken wat ik nou aantrek. En dan gaan wij zo meteen naar Nigel toe. Ik ga mijn camera in de oplader leggen. Want die heb ik morgen heel de dag nodig. Als ik met Ro ons haar ga verven natuurlijk. Dus die ga ik eventjes in de oplader doen. Dus dan zien jullie of mij straks met mijn telefoon. Of morgenochtend. Oké, dit is uiteindelijk wat ik aantrek. Die trui is van Worst Behavior. Jas van de Zara. Leerrokje van de Zara. En mijn Dr. Martens. En dan gaan we nu op de scooter naar Nigel. Het is zaterdagochtend. En ik ben onderweg naar mijn moeder. Want dat meisje komt ook bed ophalen. Ik ben een beetje overbelicht. Ik ga zo meteen de camera goed zetten. Maar ik heb mijn handen vol. Maar het is vandaag zaterdag en ik ben aan het wachten op Ro. Want die komt zo meteen hierheen. En dan gaan we dus ons haar verven. En ik ging net een paar reviews kijken en zo, recensies online. En bij een paar mensen was het oranje uitgeslagen. Dus ik hoop niet dat dat bij ons gaat gebeuren. Maar het is weer toch na 3 wasbeurten weer uit. Dus op zich valt het wel mee. Vanmorgen heb ik mijn bed verkocht. Het meisje was gekomen, die heeft het bed meegenomen. Ze ging hem gelijk in elkaar zetten. Dus ze stuurt straks een foto van als hij staat. Echt heel erg leuk om dat dan te zien en zo. Ik heb mijn ringlamp al klaargezet. Want we gaan het hier doen, denk ik. En ook hier filmen. Of in de badkamer, dat kan ook. Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval hier het intro. Oh ja, en ik heb ook gelijk allemaal nieuwe spulletjes voor in die kamer besteld. In die mini nagelkamer. Alleen die tafel ga ik samen met mijn vader maken. De stoelen en zo die komen wel deze week binnen. Maar de slaapbank komt pas 6 tot 10 maart binnen. En ik weet ook nog niet precies hoe lang het gaat duren als ik met mijn vader die tafel wil maken. Dus ik moet nog eventjes kijken vanaf wanneer het weer open gaat, zeg maar. Ik heb trouwens ook donderdag toen Mil en ik naar Amsterdam gingen. Toen wilde ik eigenlijk fans kopen. Alleen daar in de winkel hadden ze geen plateau. En ik wilde met een plateau, dus die heb ik besteld. Dus die komen ook ergens deze week binnen, hoop ik. En ik ben zo benieuwd naar mijn haar. Ik wil trouwens binnenkort, oh dat had ik gisteren al verteld volgens mij, dat ik het binnenkort weer blonder wil gaan verven. Maar ik ben echt heel benieuwd. Wil je nou zien waarmee we het gaan verven en wat het eindresultaat wordt en zo? Moet je maar eventjes de video kijken die aanstaande vrijdag online komt. En ik ga proberen de rest van deze weekvlog dus niet maar te laten zien. Zodat het echt een verrassing blijft hoe het wordt. Het is zondagavond. En ik heb eventjes mijn capuchon op van mijn trui. Omdat ik natuurlijk nog niet mijn... Stelt hij nou scherp? Volgens mij wel. Omdat ik nog niet mijn haar wil laten zien. Want het komt vrijdag in de video. Het is niet echt een bizarre verandering of zo. Maar het leek me gewoon grappig om dat niet te laten zien. Ik heb vandaag heel dag stage gehad in de spa van 9:30 tot 6:00. Roder moeder die had ons vanmorgen opgehaald. Of die had mij opgehaald. En die had ons naar stage gebracht. Echt super lief. Omdat het vanmorgen dus heel erg hard weide. En haar vader had ons opgehaald. En mij weer thuis gebracht. Dus ook echt super lief. Ik ben alleen thuis. Milan die is naar carnaval. En mijn vader die is bij zijn vriendin. Maar ik heb echt super veel zin om mijn kamer op te ruimen. Want mijn kamer is echt één grote bende. En ik wil het gewoon eventjes opgeruimd hebben en zo. Dus ik denk dat ik dat ga doen. En dan ga ik zo meteen, als ik mijn kamer heb opgeruimd, eventjes lekker douchen. Ondertussen ga ik denk ik een film aanzetten of een serie of iets. Ik heb geen idee. En lekker mijn kamer opruimen. Ik wil eigenlijk ook mijn nagels lakken. Maar ik weet niet of ik er zin in heb. Want ik heb er wel zin in, zeg maar. Maar ik heb geen zin dat het zo lang duurt. Want het duurt echt een uur of zo. Maar misschien ook daar vanavond zin in heb. Maar als het goed is, is Miel om 11 uur weer thuis. Want het is in Eindhoven. Maar ze gaat met de trein terug. En de trein die rijdt volgens mij maar pas tot 11:30 of 12:00 of zo. Dus volgens mij zijn ze al om 11:30 terug op Centraal. Dus misschien dat ik hem dan moet halen. Maar misschien ook niet. Volgens mij is dit ook echt een hele saaie weekvlog geworden. Sorry. Heb ik jullie trouwens eigenlijk verteld wat er gebeurd is? Dat Miel en ik dus op het verkeerde vliegveld stonden. Ik weet niet of ik het heb verteld. Ik zal het niet nog een keer herhalen. Want als ik het wel heb verteld is dat een beetje irritant. En als ik het niet heb verteld zal ik het in de volgende weekvlog vergeten. Maar Milan en ik stonden dus op het verkeerde vliegveld. Ik wil eigenlijk volgende week mijn haar laten verven. Alweer. En ik wil het eigenlijk op stage laten doen. Maar dan moet je altijd een dag van tevoren vragen of dat kan.
Dus ik ga dinsdag eventjes bellen of ik het woensdag kan laten verven. Over 2 weken ga ik naar Julia voor mijn haar. Die gaat het een keratinebehandeling geven. En ja, woensdag ga ik volgens mij ook met Rosa afspreken. Dus dat is wel gezellig. En voor de rest heb ik nog niet echt een planning volgens mij. Volgens mij gaan we vrijdag uit in Amsterdam. Naar de supper. Met Zoe, Dagmar en nog 2 meiden volgens mij. Dus dat is ook wel gezellig. Maar ik weet niet of dat doorgaat. Ik denk het wel. Dus ja. Ik ga eventjes mijn kamer opruimen. En ik ben zo moe. We zijn bijna 2 uur verder. Het is 8:05. Maar heel mijn kamer is opgeruimd. Ik zal het even laten zien. Hier staat een hele tas wat weg kan. Dan heb ik hier dit kastje. Maar ik denk dus dat ik hem binnenkort wil gaan verven. Of misschien niet, dat weet ik nog niet. Maar sowieso een keertje overnieuw verven. Want er zitten ook een paar vlekken op en zo. En als het goed is, hebben we deze kleur nog. Maar ik vind het echt een hele mooie kleur. Alleen het past gewoon niet zo heel erg goed bij mijn muur, vind ik. Ik wil ook binnenkort eventjes wat nieuwe kussentjes gaan bestellen. Zodat het allemaal wat meer één geheel wordt. Dit hoekje, want dit is nog een beetje een half-half hoekje. Want ik wil eigenlijk 2 grote kussens. Dan een kleintje. En dan nog 1 kleinere. Namelijk deze. Deze had ik van de week besteld toen we in Londen waren. Die is toen binnengekomen. Ik weet eventjes niet meer waar ik hem besteld heb. Maar ik zag wel dat je bij de H&M nu een gelijk soort hebt. Dus eigenlijk wil ik dan die in het midden zo. Dan 2 kussentjes daar. En dan 2 grote nog. Maar ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Maar dat in ieder geval dan dit kastje. Dan hier staat een mandje van de Xenos op. Met allemaal soorten pillen en zo. Hier zijn die haarbeerpillen. Kledingroller. B12 pillen. Dat is Lichmuesoms. We hadden laatst van die A tot Z man. En A tot Z vrouw pillen gekocht. En dit zijn van die hele sterke paracetamollen, omdat Miu heeft natuurlijk zijn binnenste knieband gescheurd. Dus die slikte die toen. Dus die staat ook nog hier. Onze laptops liggen hier. Hier zit gewoon allemaal troep in. Hier elektronica. Hier sieraden en bonnetjes van dure aankoop en andere dingen. Dan gewoon zo. Dan staat daar mijn ringlamp en mijn statief. Dan hier alleen nog mijn prullenbak. En hier stond natuurlijk eerst mijn spiegel en allemaal dingen en zo. Maar dat staat dus nu hier bovenop. Oh, even die aansteker halen. Maar ik vind het er echt super leuk uitzien. Ik wil eigenlijk nog eentje van deze kandelaar. Maar ik weet dus niet of ze die nog hebben. Die komt van de Xenos. Die grote spiegel komt trouwens ook van de Xenos. Deze kaarsjes hier aan de zijkant zijn van de IKEA. En deze is van Rituals. Die heb ik van Joy gekregen voor de kerst. En daar staat die grote M&M zak die ik in Londen heb gekocht. Maar ik vond dit er wel leuk en clean uitzien. Ja, dan heb ik daar die laarsjes staan van Conquest Fashion. Daar mijn Gucci en mijn Saint Laurent doos. Nou, gewoon dit. Dan hier mijn schooltas. Hier liggen eventjes wat pakketjes die ik nog moet openmaken of moet terugsturen. En daar staat een doos van Bio de Label. Ik weet niet zo goed waar ik die moet laten, maar ik vond het op zich wel grappiger uitzien zo. En dan heb ik hier dit hoekje. Ik heb daar dat krukje neergezet. En dan zit hier, ja, deze eigenlijk leeg. Die staat er meer een beetje voor de sier. Hier zit al mijn make-up in die ik dagelijks gebruik of gebruik als ik naar een feestje ga. Met een spiegel ernaast. En mijn dagcreme en oogcreme van Babor. Dan het kleedje van de IKEA. Spiegel van de IKEA. En daar heb ik nog steeds mijn tasjes aan hangen. Ik wilde ze er eerst afhalen, want het staat wat cleaner. Maar aan de andere kant vond ik het ook wel weer wat gezelligs hebben ofzo. Nou, daar staan 2 planken die horen in de muziekkamer, maar die
Ja, die heeft hij nog steeds niet meegenomen. Dus die staan daar in twee koffers. Alex ladekastje met parfum erop. Sieradendoos. Spiegeltje is van de H&M. En make-up kast en reiniging en zo. En dan hier gewoon mijn kledingkast. Hier liggen twee dingen die ik eventjes moet gaan inpakken. Want dat is verkocht op United Wardrobe. Dus dat ga ik ook gelijk eventjes doen. En hier staat alles wat mee moet naar mijn moeder voor mijn nieuwe nagelkamer. En dit is een tas met kleding van Zoe. Die moet ik binnenkort eventjes geven. Maar de rest zijn allemaal spulletjes die meegaan naar mijn moeder. Voor mijn mini nagelstudio daar. Dus vandaar dat dat eventjes achter de deur staat. Want dat moet ik binnenkort eventjes meenemen. Ik ga woensdag bij mijn moeder eten. Dus dan neem ik dit woensdag denk ik mee. Maar oh, zo lekker. Ik heb ook lekker mijn kamer gestofzuigd. En oh, ik wil eigenlijk ook mijn bed verschonen. Maar daar heb ik nu echt geen zin in. Het is nu inderdaad 8 uur zoals ik net al zei. Ik ga eventjes wat te eten maken. En kijken of ik leuke kussentjes ergens kan vinden. Ik denk iets met beige dat ik dat wel het leukst vind. Dat het wordt. Dus ik ga nu eventjes wat te eten maken. Ik ben echt heel blij dat ik mijn kamer heb opgeruimd. Er ligt nu namelijk ook niks meer onder mijn bed. Geen stof, geen zooi, niks. Dus dat is echt top. En het ruikt ook helemaal lekker. Want ik heb zo'n home spray gesprayed van Pink Lotus home spray. Die is nu door heel mijn kamer. Super lekker. En ook die geurkaarsjes natuurlijk. Echt love it. Maar ik ga even kijken wat ik kan eten. En ik heb geen zin om mijn nagels te lakken. Dat doe ik denk morgen wel of zo. Of andere dag, ik weet niet. Of misschien wel straks. Ik wist echt niet waar ik trek in had. Dus ik heb maar even stokbrood in de oven gedaan. En ik heb hier knoflookboter en zeezoutboter. Dus dat ga ik nu lekker opeten. En filmpjes kijken. Het is 11:45 volgens mij. Jeetje, een beetje overbelicht. Ja, het is 11:45. Ik was mijn nagels aan het doen. Of het was, ik was van die plakkertjes aan het opdoen. Om daarna gel lak eroverheen te doen. Want ik had toch wel zin om mijn nagels te doen. Maar Milan appte dat ze nu pas wegging uit Eindhoven. En hij staat bij mij. Dus ze zou eigenlijk vanaf centraal op de tram pakken naar mij. Maar de trams rijden niet meer straks. Dus ik moet over 3 kwartier ongeveer hem ophalen. Van Hollands Spoor. Dus ik ga nu eerst eventjes douchen. En dan maak ik of morgen mijn nagels af. Ja, ik denk niet morgen. Ik denk dat ik dat vandaag niet meer ga doen. Maar dan maak ik dat morgen eventjes af. Ik ga bij deze gelijk ook de weekvlog afsluiten. Vond je het nou leuk? Vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Daar heet ik @fleurnebakker. Gewoon hetzelfde als op YouTube. Lekker makkelijk. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!